Hoi allemaal. Een groep eerstejaarsstudenten van de universiteit heeft samen met een vertegenwoordiger van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie een veldbezoek gebracht aan verschillende projecten. Ze hebben highway bezichtigd, het plan van Dalian en ook de nieuwe highway. Er is uitleg gegeven over wat er allemaal gebeurt en hoe het gebeurt. We hebben dus vandaag die studenten van infrastructuur. Er zijn studenten die nieuw aangemeld hebben dit jaar. En we hebben dus ook een paar van vorig jaar, die vorig jaar dus begonnen zijn, meegenomen. En we willen dus hun in deze intro week een beetje laten zien hoe dat aan toe gaat in de praktijk van infrastructuur. We hebben dus mooie projecten, dus het valt reuze mee. Waarom heeft u gekozen voor dit traject? Nou, we hebben dus twee disciplines die we dus opleiden. Eentje is dus civiele techniek en die andere is bouwkunde. En hier hebben we dus alles wat we dus bij civiele techniek zouden willen laten zien. We hebben dus een weg die geasfalteerd wordt. We hebben dus ook hier achterop die brug bij Hannover, die dus in constructie is. Zodat je dus dan over het en een stukje verkeer komt erbij. En dan hebben we dus daarna nog een excursie hierna bij de high-rise van Assyria, waar ze dus ook bouwkundige zaken dus kunnen meemaken. Zodat ze dus een beetje ingewijd zijn in hoe een en ander aan dit soort projecten aan toe gaat en bij de uitvoering welke partijen en hoe ze dus te werk gaan. Het is best wel interessant. Het is inspirerend, want als student die gekozen heeft voor infrastructuur is dat je wil dat je ziet dat je land ontwikkelt en je wilt ook een handje helpen. En als het ook mogelijk is om je kennis met andere mensen te delen en wat ze van je kennis vinden om het in werkelijkheid praktijk om het uit te voeren. En als je leider of zelfs een klein handje mag helpen in zo'n groot project, kan je trots aan andere mensen vertellen van hey, ik heb gewerkt aan zo'n project en dat je verandering hebt gebracht in het infrastructuur. We weten dat Suriname te kampen heeft met vele infrastructurele problemen en als student wil je zo snel mogelijk een visie ontwerpen om ze nu al te ontwerpen, om te veranderen. En als je vanaf begins af aan zulke projecten een kijkje komt nemen, je leert van diverse expertise, van zo worden dingen gedaan, dan kan je dat gebruiken om betere en moderne manieren te ontwerpen. En dit zal Suriname hopelijk tot een heel goed infrastructureel gebaseerd land maken, zodat andere landen ook kijken van hey, er zijn mensen die infrastructurele kennis hebben. Dus hopelijk kunnen Surinaamse jongeren uitgenodigd worden door andere landen van hey, kom, we hebben jouw kennis nodig. Er zijn een aantal mensen die een aantal keren door buitenlanders zijn uitgenodigd om diverse projecten in het buitenland te doen. Zo gaande maak je ook een naam voor jezelf en voor Suriname. Je wordt een voorbeeldfiguur. Je maakt van jezelf en van het land een voorbeeldfiguur, zodat mensen naar hulp gaan. Waarom moet Suriname altijd degene zijn die hulp vraagt aan andere landen? Waarom kunnen andere landen aan ons geen hulp vragen? Wij zijn ook een land die kennis heeft, maar soms zitten we te kampen met financiële problemen. Dus dat moet geen probleem zijn als, een buitenlandse investeerder of een contractor zegt van hey, we hebben jullie nodig, we willen jullie expertise, zodat we het beter kunnen. Er zijn een aantal bedrijven. Gisteren hadden we op de ADEC Firm Engineering die gekomen is en zij hebben ons verteld dat Curaçao, Bahama's en nog enkele andere eilanden in het Caribische gebied onze ingenieurs inhuren om hun projecten te doen. Dus het is een stap in de goede richting, als ik het zo mag zeggen. Geniet je dan nu van alles dat je ziet? Ja, het heeft heel veel impact gehad. Ik heb vanaf kleins af gehouden van infrastructuur. En nadat ik op deze excursie ben gekomen, worden de liefde en de interesse steeds groter en groter. Thank you.
Hoe is het traject verlopen naar deze bijzondere dag voor de eerstejaarsstudenten? Het is toch wel goed gegaan, om het zo te zeggen. Soms heb je wel dat je belangrijke keuzes moet maken van welke projecten gaan we bezoeken, als er bedrijven zijn die wel willen meewerken. Maar voor de rest is het wel vlot gegaan. Is het één keer dat jullie een veldbezoek brengen aan verschillende projecten of wordt dit vaker gedaan? Het wordt vaker gedaan, want het is onderdeel van het curriculum. Het is onderdeel van een vak waar we excursies moeten doen, verslagen maken, zodat je ziet wat er in de praktijk gebeurt en dat er in principe dat je het echt ziet. Want in de klas zitten of in de collegezaal zitten en luisteren doet in principe weinig, maar als je het echt ziet, dan onthoud je het ook sneller. Lukt het wel om contacten te leggen, om studenten te brengen naar plekken om alles te bezichtigen en mee te maken? Ja, toch wel. De meeste bedrijven willen wel echt meewerken, omdat ze kunnen dan ook zien dat er wel studenten zijn die geïnteresseerd zijn in het vak. En dan zijn ze dan blijer om zulke studenten mee te maken. Jij bent tweedejaars student, dus je hebt al heel veel meegemaakt en je zit ook in de studentencommissie. Hoe gebeurt het reilen en het zeilen op school en daarna in de praktijk? Het gaat wel. Sommige momenten, soms ben je wel van dat je moe bent en dat je in principe even denkt van oké, ga ik nou naar een feest of ga ik studeren en dan nog de vergaderingen. Maar het lukt wel, mag niet klagen. Yes. En hoe is het vak infrastructuur voor jou? We hebben niet, dus je bedoelt de studierichting. De richting is voor mij, ik vind het leuk. Ik heb een doel voor ogen, dus ik ga er daar sowieso 100% voor. En voor de rest, ja, het is leuk, mag niet klagen. Wat vind je tot nu toe het leukst dat jou boeit in het veld? De civiele techniek, dus alle wegen bouwen, de bruggen, dat vind ik het leukst. We hebben bewust gekozen voor deze studie en dan weten we ook wat er gebeurt op het veld en wat deze studie ook inhoudt. Want deze studie heeft ook veel te maken met veldwerk. Dus, en ook zien wat er gebeurt met onze infrastructuur in ons land. Ik vind wel dat we vaker moeten gaan, want als we bijvoorbeeld gaan werken, hebben we dan ook ervaring en zien we dan ook wat er allemaal gebeurt. En dat we misschien beter worden in de praktijk. In de plant wordt er dan asfalt gemaakt. De stenen zitten daar achterin, verschillende fracties, in de bins. Je hebt 1 inch, 1/2 inch, 1,5 inch en die bakken daar achterop. En dat gaat via een zo'n loopband in de droogtrommel. Gedoseerd in de droogtrommel. En daar in de droogtrommel, alle stenen droog gemaakt. Dan gaat hij met een heel proces naar boven. En op een gegeven moment wordt het bitumen ingespoten. En dan wordt er weer gemixt tot asfalt. Asfalt zijn er twee lagen die hier aangelegd worden. De eerste laag is voor mij 6 centimeter en daarna 4 centimeter als toplaag. Dus behoorlijke stevige fundatie. De eerste strekking tot de Parakkreek of Pararivier, zoals sommigen het kennen, is dus ongeveer 7 kilometer. Misschien ietsje meer dan 7 kilometer. En dan heb je het gedeelte van de brug naar de weg naar Sanderij. Dat is ietsje meer dan 2 kilometer. In totaal zitten we dichtbij 10 kilometer voor deze weg.